Zojuist is bij mij aangeschoven Giovanni Belloni. Hij is ballonkunstenaar en gaat ons daar vandaag alles over vertellen. Welkom, Giovanni. Dankjewel, grazie, ciao. Giovanni, vertel eens, wat is dat precies, een ballonkunstenaar? Een ballonkunstenaar is iemand die van een paar simpele ballonnen allerlei dieren kan maken. Dat klinkt heel bijzonder. Zeg, waar heb je dat geleerd? Oh, dat is een mooi verhaal. Mijn opa was de beste ballonkunstenaar op het Noorderlijk Halfron. Ja, en we hebben een foto van jullie samen. Ah, ja, opa. Hij had zijn eigen circus, Circo Balloni. Iedere zomervakantie ging ik met hem mee de hele wereld door. En dan liepen wij samen langs die hokken van de wilde dieren. En dan leerde hij mij die fijne kneepjes van het ballonnenvouwen. Kun je iets laten zien, Giovanni? Jazeker, Robber de Popper. Wat is jouw favoriete dier? Wacht, niet zeggen, ik weet het al. Maestro, muzika. Hond. Oh, ja, dat is wel heel mooi, maar dat is niet mijn favoriete dier. Niet? Nee. Wat dan wel? Een giraf. Een giraf? Oké. Wacht even, geef niks. Ik maak voor jou een giraf. Komt-ie, muzika. En pronto, een giraf. Maar... dat is toch gewoon weer een hondje? Kijk maar. Lange nek, vier poten, twee oren daar. Is een giraffe. Fantastico. Goed, volgende dier. Iemand uit het publiek. Welk dier? Roept u maar. Een beer. Ja, een beer. Muzika. Pronto. Ja, maar dat is toch weer een hondje? Hondje? Ja. Nee hoor, is een beer. Kijk, vier klauwen, grote snuit. Ja. Is een beer. Giovanni? Ja? Ik bedoel, zie. Jij kan helemaal geen dieren maken, hè? Nee, je hebt me door. Ik kan eigenlijk alleen maar een hondje. Juist. En jij heet zeker ook geen Giovanni Belloni? Nee, ik heet gewoon John. John Ballon. Mijn opa had eigenlijk helemaal geen circus met wilde dieren, maar een hondenuitlaatservice in IJmuiden. Maar waarom heb je ons dan zo voor de gek gehouden? Ja, ik wilde het gewoon zo graag. De allerbeste, beroemdste ballonkunstenaar zijn. Nou, John, weet je wat? Je mag dan misschien niet de allerbeste ballonkunstenaar zijn, maar je bent wel de allerbeste ballonhondjesmaker die we ooit in de show gehad hebben. Weet je dat nou? Ja, en ook de enige. John, dankjewel voor je komst.